Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksen Natuurlijk. En vandaag zijn we op Stapelen. Ja, op Stapelen. Ja, en dat is een heel leuk verhaal te vertellen over kasteel. Want het is een hele leuke geschiedenis. Hartstikke interessant. Om die kant op. Het is een prachtig kasteel. Ja, moet je nagaan. Hè? Einde 13e eeuw, 1293, stond hier dus al een kasteel. En het was in handen van de familie van Randerode. En toen was het een leen. En een leen betekent dat ze ergens toe behoorden. En toen behoorde toen het graafschap Loon. Maar Loon, dat was eigenlijk het plaats wat nu nog steeds in België is, Borgloon. Dus heel Belgisch Limburg tot en met hier was van dat graafschap. Zo. Nou, dat is een hele periode geweest. In de 16e eeuw een bekende familie van Horne hier plaats genomen. Hebben het kasteel overgenomen. En toen in 1815, toen kwam raadslid uit Den Bosch, de heer Mahie, die werd toen eigenaar van dit kasteel. En zijn weduwe, ja, die had besloten op het moment dat ze dus eruit zou gaan, en de verkoop mocht alleen een klooster worden. Oh. En toen hebben de paters Assumptionisten in 1915 het kasteel gekocht. En in 2018 hebben ze het weer doorverkocht. Ja, dat was het laatste recent nog pas dus. En Stapelen? Ja, Stapelen, dat is iets heel vreemds. Niemand kan het echt verklaren. De ene zegt het heeft te maken met fundamenten. Iets met fundamenten. De ander zegt het heeft iets te maken met een kerk. En de ander zegt weer iets met een toren. Dus het echte verklaring voor het woord Stapelen is er niet. En we zijn in het park, maar op Stapelen, toch? Op Stapelen, zo heet het. Ja. In het park, op Stapelen en dan gaan we nu wandelen. Ja, zo is het. We hebben eindelijk volgers. Twee volgers. Ja. Drie volgers. Ja, dat is de moeder. Natuurlijk. Dat is de moeder die let op de twee kleintjes. Want dit zijn de jonge eendjes. Ja. En die piepen nog. Die lopen heel de tijd mee. Ja, en moeder die let er wel op dat ze goed gaan. Ja. Maar wel leuk is om te zien dat een echte wilde eend is. Kijk naar dat blauwe vlekje daar. Ja. En die bruine kleur. Dat is een typisch echte wilde eend. Met een mooie zwarte streep door haar ogen. Er zijn heel veel wilde eenden. Van allerlei kleuren. Soms zelfs helemaal wit. Maar dit is typisch een echt mooie wilde eend. Maar we zouden het over bomen hebben, dacht ik. Hè? Want, wij staan hier bij twee machtige bomen, denk ik. Twee platanen. Daar staat er eentje, hier staat er eentje. Maar het is wel grappig, want als je naar die plataan kijkt, dan denk je, hé, wat heeft die rare bladeren, maar er staat nog een boom voor en dat is dus zeg maar een paardenkastanje. En paardenkastanjes kun je herkennen aan zeg maar hier het blad wat dan zo uitloopt. Ja. En deze die heeft een ziekte, die heeft een ziekte, die kun je hier zien. Ik dacht dat het einde zomer was, maar... Nee, dit is te vroeg. Dit is te vroeg en dan zit het overal in het blad zitten. Dus deze boom moet toch in de gaten gehouden worden, want het zou kunnen zijn, ja... Kijk, het is niet de bloedingsziekte, want dan bloedt hij ook aan de stam. Maar het is wel een ziekte waar je in de gaten moet houden dat hij toch zeg maar, het moeilijk gaat krijgen. Want de bladeren gaan voordat het al herfst is, worden ze al aangetast. Okay. Een soort schimmel die dat dan doet. En hoe moet je dat oplossen? Iets erop spuiten of zo? Of hoe werkt dat? Ja, er zijn wel biologische middeltjes voor, maar de vraag is of dat de moeite is. Want het kan best zijn dat hij volgend jaar weer goed eruit ziet. En ik laat je even zien wat je hier dus ziet. Dat is eigenlijk in feite het hoefijzer. Okay, en dan met die paardenkastanje. Oh, ja, daar komt de naam vandaan. Ja, precies. Weer iets geleerd. Paardenkastanje. Ja. Zo. Ja, dit is een hele mooie, hè. Dit is een plataan. Ja. En fantastisch groot, hè. Prachtige boom. Ja, de meeste mensen kennen ze uit Frankrijk, want daar staan ze ook heel vaak op die mooie dorpspleintjes. Dat is een jeu de boule. Hè? Oftewel petanque. Ken je jeu de boule? Ja, ik ken het, ja. Gaan we een keer doen dan? Dat is goed, gaan we een keer doen. Maar dit is echt wel heel gaaf. En dat is heel vaak in het park, hè. Platanen, paardenkastanjes, mooie beuken, mooie eiken. En dat zie je toch zo'n heel mooi park. En hoe oud zoiets is, dat kun je bijna niet schatten. Net af, Maar ik denk, een 200-300 jaar zou het zeker wel zijn. Prachtig, hè? Wel moeilijk te knuffelen. Ja, nou, dan kun je er zo tegen mij staan. Dat gaat wel. Dat gaat wel. Ja. Doe je daar wel eens boven knuffelen? Nou, weet je wat leuk is? En dat voel je hier nu ook. Dat voel je aan dit soort bomen. Bij beuken voel je het ook. Die is lekker koud. En dat komt omdat het zomer is. En wat doen die bomen? Die beschermen zich tegen de hitte door koude uit te stralen. Oké, okay, ja. En mensen zeggen heel vaak als je aan het wandelen bent in het bos, oh lekker de koelte van de schaduw. Nee, het is de koelte van de boom. Oh, het is helemaal geen liefde voor de boom. Mensen hebben het gewoon warm. Nee, het is warm en die schaduw die levert niet echt die koelte op, maar die boom die levert. Want je voelt het net al. Het is net een soort ijskastje. Ja. Prachtig, hè? Ja. En dan zo'n magnifieke mooie plataan. Ja.
Oh ja, en nog één ding. Oh. Die vellen net als mensen. Kijk, die vervellen net als mensen. Want dit moet er gewoon af. Dat laten ze gewoon los dadelijk. En dus het eind van de zomer laat het los of zo? En... Nou ja, dat bij mij begint in mei. Laat hij al stukjes los, maar daarna laat hij steeds meer los. En okay. Dan heeft hij gewoon nieuw vel nodig. Oh, interessant. Dat is prachtig, hè? Hartstikke mooi. Prachtig. Op naar de volgende boom. Laten we eens kijken. Ik denk, er heeft iemand hier een kerstboom geplant. Want ik zie er maar eentje in een heel park. Ja, ik heb het toch al struikjes al gehad gezien. Okay. Wat we hier hebben, dit is heel mooi. Dit is een taxis en hij staat nu mooi op bessen. Dit zijn de bessen van de taxis. Nou weet iedereen, de taxis, dat een plant is die je eigenlijk weg moet halen. Dat is eigenlijk jammer. Want het is eigenlijk de enige plant die het in Nederland heel goed doet. En origineel is het een van de enige naaldbomen die wij kennen. We hebben 3 naaldbomen die oorspronkelijk in Nederland begonnen. Jeneverbes, de Grove Den en de taxis. Nou, de Jeneverbes heeft het heel moeilijk in Nederland. De Grove Den is 6000 jaar geleden uitgestorven. Een herplant uit bomen uit Duitsland. En deze staat er nog steeds. Maar die wordt het bos uitgejaagd omdat die totaal giftig is. In die zin... paarden herkennen het niet, maar vreten toch aan de boom. Koeien herkennen het niet, maar vreten toch aan de boom en gaan ze dood. Oh. En toch heeft die boom iets bedacht, want hij is dus puur giftig, om toch voor te planten. En dat heeft te maken met deze prachtige rode ommanteltjes. Wat zijn eigenlijk manteltjes die om een zaadje zitten. Het lijkt eigenlijk gewoon rode besjes. Ja, precies. Het lijkt eigenlijk rode besjes. En dat is heel aantrekkelijk voor vogels. Die pakken dat hele ding op. Dat wandje, dat krijgen ze dan naar binnen toe en ze poepen het giftige zaadje uit. Zo. Maar de taxis heeft weer voordeel bij, want die wordt weer voortgeplant. Zo werkt het dan. Zo werkt het in de natuur. Mooie kijkervorm hoor. Ja, fantastisch. Kijk Roel, ik wil even naar de gracht toe. Even kijken, want voor de gracht gebeurt er een kleine ramp, zeg ik altijd maar. Oh, nou. Ja, kijk maar eens. Een ramp? Nou ja, kijk, in die zin, het staat hier helemaal vol met gele plomp. Dat is dat blader die je ziet en daar zie je nog een bloem. Maar wat er gebeurt, die gele plomp die overwoekert heel die vijver hier, of heel die gracht hier. Ze hebben grote bladeren, die zakken allemaal naar beneden toe. Maar dit zijn toch gewoon waterlelies of niet? Nee, ze zijn gele plomp heten ze. Oh. Omdat ze, het lijken op waterlelies die bladeren, maar het is net ietsjes anders. Okay. En de bloem is duidelijk anders, want de bloem is geel en de waterlelies hebben een mooie witte bloem. Maar die veroorzaken hetzelfde probleem. Als je daar niks aan doet, dan zakt dat allemaal naar beneden toe. Die bladeren worden nauwelijks opgevreten beneden. En dan krijg je een heel gauw een dikke sliplaag. En dan gaat zo'n gracht helemaal dichtgroeien. Dus de oplossing is dit gewoon weghalen? Ja, je moet hier heel veel weghalen. Want als je dus die gracht wilt behouden, dan moet je hier echt heel veel weghalen. En dan krijgen ook andere planten ook veel meer een kans in zo'n mooie gracht. Ja, want dit is al jaren hetzelfde, dus er wordt eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Nee, ja, dan goed, als het onderhoud niet plaatsvindt, wat ik me kan voorstellen in de verkoop van de een naar de ander toe. Ik denk maar, dat de ridders vroeger het beter deden. Ja, want die gingen ook zorgen constant dat water niet te overlopen was, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Dus die zorgden ervoor dat wat dieper lag allemaal. En dat gewoon één grote plas was. Natuurlijk. Ja. Hey, maar wat wel leuk is, hier langs de kant staan heel veel mooie planten. Ik wijs even eentje aan, deze hele grote. Dat is de gele tandzaad, hè. Dus tandzaad heet die officieel. Een prachtige plant die aan de waterkant staat. Daar staat er nog zo eentje, dat is wolfspoot. En die heet wolfspoot omdat zeg maar, het toefje wat hier om zeg maar, die blaadjes heen zit, een toefje aan bloempjes, dat lijkt een beetje op de prent van een wolfspoot op de grond. Oh. Nou, gaaf hè. Kijk nou, wat... nou, de laatste die ik nog noem is hier Brunel. Die houdt niet zo van water, maar staat ook wel graag. Een beetje vochtig. Ja, een beetje vochtig. En die noemen ze ook wel bijenkorf. En als je uitgebloeid is, deze staat nog in bloei, dan lijkt het restantje wel een beetje op een oude bijenkorf. Ja, leuk die namen. Nou, dat is hier allemaal zo. Mensen hè? Verzonnen hebben, is heel ja, leuk. Precies, ja, dat is echt wel waar. En onze vrienden zijn er ook weer. Ja, en nou zijn ze echt aan het eten. Kijk, als je het niet voert, dan gaan ze toch op een gegeven moment wel voedsel zoeken. En dat is hun voedsel. Ja. Zeg maar algen en zeg maar stukjes verse blaadjes. En daar zitten ze tussenin te vroeten, zie je dat? Want brood, daar ben je niet zo van, hè? Absoluut niet. Dat is heel slecht voor eenden. Waarom? Want iedereen gaat van oudsher de eendjes voeren en dan nemen ze een half brood mee. Ja. Nou, dat is heel slecht. Ten eerste, in de paringstijd gaan dan 5-6 mannetjes op 1 vrouwtje zitten. Nou, dat vrouwtje verzuipt gewoon. Dus zeg maar, die eenden worden heel driftig. Wild van brood?
Ja, die worden wild verbrood. Er zit een stukje alcoholwerking in, zou ik maar zeggen. Okay. Ik daarnaast... heb er morgen nog twee boterhammen op. Ja, het gaat over eenden. Het gaat over eenden. Okay, ja. En wat ook nog eens een keer is, brood zorgt voor dat ze bijna niet allemaal opeten. Ze snoeberen wat, dan laten ze rest liggen. Binnen een mum van tijd zitten er overal ratten, want die lusten wel degelijk brood. Ja, ja, ja. Kijk, als de mensen nou sla geven of andijvie, dat is wat zij lussen. Okay. En dat zie je ook, ze snoeberen hier tussen die planten door. Ja. We gaan in het volgende plekje kijken. Mensen, en neem iets groens mee in plaats van een zak wit brood. Ja, dat is een heel goed voorstel. Absoluut. Frans, dan zie ik op deze beginnende bomen zijn er, denk ik. Ja. Zie ik allemaal kleine zwarte rupsjes lopen. Ja. Dat lijkt me niet zo goed. Nee, dat is ook niet goed. En zeker niet voor deze, want deze is al bijna helemaal opgegeten. Maar als je heel goed kijkt, zie je inderdaad, het zijn geen rupsjes, maar het zijn larven van het bekende elzenhaantje. En die vreten het bladmoes op. Dat kun je heel mooi zien. Kijk, het groen is weggevreten. En dat groen, dat heet dus bladmoes. En wat overblijft is de nervatuur. Dus zeg maar de nerven van de plant. Maar de rupsjes van het? Nee, het is een larve. Van? Elzenhaantje. Het elzenhaantje is een mooi zwart kevertje. Okay. En die zaten hier natuurlijk ook volop. Maar die zijn waarschijnlijk vertrokken. Oh ja, hier zie ik er eentje zitten. Kijk daar. Oh. Daar zit nog een elzenhaantje. En wat doen elzenhaantjes? Ja, die eten het blad op. Dus verder niks in de natuur. Nou ja, weet je, zo krijg je evenwicht in de natuur. Er moeten ook niet te veel berken komen in de wereld natuurlijk. En nou, deze worden dus aangetast door het elzenhaantje. Okay. En dat zijn dus dingen die heel hartstikke leuk zijn. Maar nou zie ik nog iets anders, en dat is heel toevallig. Want daarbovenin zit een Colorado-kever. En daar zijn de mensen helemaal niet blij mee. Want de Colorado-kever is dus degene die dus de aardappeloogst vernielt. Het is een soort die leeft ook alleen eigenlijk maar op aardappels, dus deze is een beetje de weg kwijt. Mag ik even goed kijken? Ja, kijk maar eens goed. Mooie streepjes, hè, zwarte strepen en een geel lijfje. Ja. Ja, dat zijn dus Colorado-kevers. En die Colorado-kevers, dit jaar zijn er massaal. Heel veel mensen bellen en schrijven er ook over dat die zeg maar nu massaal ontwikkelen. En waarom zijn die nou massaal aanwezig dit jaar? Waarschijnlijk door de zachte winter weer. Want Colorado-keverlarven, die leven onder in de grond, die kunnen niet tegen temperaturen beneden de 6 graden in de min. Dus min 6 graden, dan sterven ze allemaal. Maar we hebben geen winter, dus wat dat betreft is het heel goed voor u geweest. En het voorjaar is ook heel gunstig geweest. En er staan weer heel veel aardappelvelden, dus dan hebben die weer heel veel plezier. Ja. Het is nog zomer. Ja. En ik zie paddenstoelen. Ja, kijk, hier staan een paar, daar staan. Ja, dat is een panterammoniet. Kijk, hier, panterammoniet. Dat is echt een hele mooie paddenstoel. Die komt nu opzetten, dat is een vroege. Maar eigenlijk is zo, paddenstoelen kennen onze zeg maar, seizoenen niet. Die hebben niks met voorjaar of met lente of met zomer of met herfst. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, hè, dus temperatuur is geweldig, er is veel vocht gevallen, dan komen die naar buiten toe. Want ze zijn echte afvaleters en op het moment dat ze afval kunnen eten, gaan ze ontwikkelen. Ja. En hoe lang staat deze nou? Nou, die staat hier een dag of twee en dan is hij weer weg. Okay. Hè? Want deze is al helemaal uitgespoord, die moet nog gaan sporen. Ja. Als ze omhoog staan, dan zijn ze uitgespoord. En als ze plat zijn, dan gaan die sporen onderuit gezogen worden door zeg maar de wind. Okay. Ja. Dus overmorgen is hij weer verdwenen. Nou, net hadden we een paddenstoel gehad die moest nog gaan sporen. En deze die heeft al gespoord, want al dat bruine spul wat hier ligt, dat zijn dus de sporen die uit die paddenstoel zijn. En sporen betekent, wat betekent dat dan? Sporen betekent dat, feitelijk kun je zeggen, net als bij de planten, de zaden. Okay. Dat zijn dezelfde dingen en die moeten dus weggaan van deze plek om ergens anders weer nieuwe paddenstoelen te gaan vormen. En daar komen onze vrienden weer aan. Kijk, daar komen ze weer aan. Hey. Ja hoor, yes, wij zijn er weer. Oh, die vinden ons zo leuk. Hallo. Hallo, daar zijn jullie weer. Jullie sporen niet. Ja, hun sporen wel. Waar komt daar een uitdrukking vandaan? Hij spoort niet? Nee, dat weet ik niet. Ik denk trouwens dat we iets gelezen hebben ooit dat het met de sporenwegen te maken had. Maar ik zeg het wel inderdaad, zeg maar, paddenstoelen sporen en sommige mensen sporen niet. Ja, iemand die het weet, stuur een mailtje naar Boksel natuurlijk. Nou jongens, we gaan weer verder. Kom, we gaan weer. Meisjes, zullen we een naam geven? Ja, Suske en Wiske. Roel en Frans. Nee, dat kan ook. Maar het zijn volgens mij dames. Oh. Kijk maar, ze hebben dus inderdaad zeg maar dezelfde verenpak als moeder. We maken een bruggetje naar het volgende onderwerp. Ja, de Dommel. Ja, prachtig. Hè? Het is echt een van Brabants mooiste rivieren. Een blauwe dooradering door ons landschap. Hè? Het Brabantse landschap. Hè? Prachtig beelden.
daar precies ook zo'n mooi beeld. Alle kanten is het mooi. Het is mooi als je daar begint met varen. Ja. In het centrum van Boxtel ben je binnen een minuut waan je in het paradijs. Ja, dat is niet normaal, hè. Wat dat betreft heeft Boxtel al veel plezier aan hun natuurgebieden. Hè, want we hebben prachtige natuurgebieden. Ja. En dan dit is dan een park. Maar ik hou ook wel van parken. Als die maar in die stijl blijven en een beetje zeg maar, ook meegaan met een stuk natuurlijker aspect. Dan vind ik het ook veel mooier. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja, absoluut. Prachtig park, hè? Dit uniek, park. Of? Lekker stilstapelen. Oh, misschien nog één klein dingetje. De heilige bloedprocessie, hè? De eerste zondag naar Pinksteren. Ja. Die is ontstaan omdat een priester in 1400 witte wijn geknoeid heeft op een altaarkleed en dat werd rood. Ja, en heeft het in de dommel proberen uit te wassen? Ja, precies. Ja. Ongelooflijk. Misschien gestaan met dat ding van... Daarom zitten we hier ook. Ik vind het helemaal geweldig. Ja, een prachtig verhaal. Dus ik wil je bedanken voor deze mooie wandeling door het centrum van Boxtel. Ja, precies. Hè. Prachtig gebied. Mooie bomen. Ja. Ik hoop dat mensen genoten hebben thuis. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Die spoort. Die spoort. De mensen sporen niet, maar die spoort wel.